Bij tekengenootschap Pictura aan de Voorstraat is sinds het weekend de tentoonstelling En Nu te zien, waar 48 kunstenaars aan meedoen. De afgelopen maanden was Pictura vanwege de coronacrisis voor het publiek gesloten. Deze tentoonstelling gaat ook over de afgelopen coronatijd. Wij wilden toch als Pictura open. We hebben een ingewikkelde tijd achter de rug. We moesten de tentoonstelling uitstellen, verschuiven. En toen werden de maatregelen weer wat soepeler. Dachten we van ja, we kunnen het niet maken om niet open te gaan. Dat is te jammer. We hebben een open call geplaatst. Dat betekent dat iedereen mag meedoen die dat wil. Leden en niet-leden. Leden en niet-leden, er zijn een aantal Pictura-leden die meedoen, maar er zijn ook heel veel nieuwe mensen bijgekomen. En dat was voor ons een hele aangename verrassing. Dus het is een hele diverse tentoonstelling, die ook nog ieder weekend anders is. We hebben verschillende acties, performances, ieder weekend komen er weer dingen bij. Derde weekend worden er nog werken verschoven, krijgen we hier weer een hele nieuwe wand. Het is enorm divers en ik vind het zelf heel spannende, hele afwisselende tentoonstelling. Als je aan Pictura denkt, dan denk je aan tekeningen, aan schilderingen, schilderijen. Nee, dat hoeft niet. Waarom denk je daaraan? Ja, we zijn een tekengenootschap, maar dat zijn we al bijna 250 jaar. We zijn vooral een podium voor hedendaagse kunst. Dus we laten het liefst alles zien wat er in nu en wat er in deze tijd gemaakt wordt. Ook in Pictura zijn er maatregelen getroffen om coronaproof de tentoonstelling te bezoeken. Dat betekent dat we een andere uitgang hebben. Dat betekent dat er ook niet zoveel mensen tegelijkertijd naar binnen kunnen. We hebben maximaal 15 mensen die binnen mogen. Er staat iemand bij de ingang. Je moet je handen desinfecteren. Nou ja, de 1,5 meter natuurlijk afstand. We hebben daarom ook geen opening helaas. Moet je, als je wil komen kijken, je van tevoren aanmelden? Nee. Nee, het enige is van als er 15 mensen binnen zijn, moet je even wachten. En nu is nog te zien in de weekenden van 8 en 9 augustus en 15 en 16 augustus.